De woordvoerder van de staatssecretaris zegt dat de rechter, het IND en de staatssecretaris geen reden zagen voor een pardon. Daarom moeten Xi en zijn ouders binnen 28 dagen het land uit. Ik heb ook nu eigenlijk de enige weg die ik kan vinden is het maatschappelijke onbegrip te vertalen in signalen. En eigenlijk zou ik zeggen, staatssecretaris, kom naar Wageningen, kom eens kijken, ga eens praten met zo iemand, daar gaat het over. Nee, ik hoor niet wat ik zeg, man. Xi werd 13 jaar geleden in Arnhem geboren. Het nieuws van de uitzetting sloeg in als een bom. Heel moeilijk. Ja. In de schoolklas van Xi werd afgelopen week veel gehuild. Xi is gewoon een van mijn beste vrienden en ik ga hem heel erg missen. Burgemeester Van Roermunt belt komende week direct met de nieuwe kinderombudsman, zodra die officieel benoemd is. Ook de staatssecretaris kan nog een telefoontje verwachten. Maar ik wil eerst eventjes deze week afwachten, omdat ik dan ook mijn rug gesteund zal voelen, dat weet ik zeker, door de steun van heel, heel veel mensen. En dan is zo'n telefoongesprek hopelijk, vermoedelijk, ik weet het niet, maar succesvoller dan dat ik morgen bel. Want ik heb al heel vaak gebeld, geschreven, gepraat. En tot op heden is helaas dat nog niet tot een resultaat gekomen. Xi zelf snapt er ondertussen niets van. Maar wat ik sowieso al niet snap is, wat heb ik gewoon fout gedaan? Ja, ook ja. Al door heel veel social media hebben ze ook al gereageerd. En vragen ze ook al vaak van waarom moet je weg? Dan kan ik vaak die antwoord gewoon niet beantwoorden.